fuck's in there? Nou jongens, dit is het begin van de etotische, fotische vlog natuurlijk. Oké, ik begrijp niet waarom ik dit zei, maar dit is het begin. Hallo dames en heren, vet dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik ben samen met mijn vader. Ik weet niet of... Mag ik je filmen of... Tuurlijk. Oké, okay. Nou, samen met mijn vader ben ik nu naar school toe. En ik zit echt van, wat moet ik nou doen, weet je? Ik zit in de auto en ik weet nog niet eens waar ik heen moet. Nou, wel gewoon naar mijn school toe, dat weet ik wel. Maar wat ze allemaal willen, dat begrijp ik niet heel goed. Dus ik ga maar mee, ik zie wel. Het is wel leuk, weet je, dan weer een avontuurtje die je kan beleven. Want ik weet echt niet wat die mensen willen allemaal, maar we gaan er gewoon heen en dan ga ik daarna naar stage. Dus dat wordt leuk. En we zitten in de auto van mijn moeder. Ja, er is dus een gebouw en dat heet de Banenbeurs. En het zag, weet je, dat gebouw ziet er gewoon goed uit, weet je. Maar wat daar binnen is, dat is zo super saai. De vorige keer was ik daar. Daar ben ik met mijn moeder. Daar was ik, ja, even deze eerst, dit gebouw. Hier was ik met mijn moeder, was ik naar de Banenmarkt en dat was daar zo. Nee, maar ik zag gewoon niks wat er voor mij was, weet je. Ik vind filmen leuk. Ja, daar was ook niks met filmen. Dus ik dacht bij mezelf, ja, weet je, ga ik even met Noah praten. En Noah was een vriend vroeger van mij. En dus, ja, dan stonden we daar beneden. Nou ja, en mijn moeder een beetje praten om nog even te kijken wat als YouTube niet lukt, wat moet hij dan doen? En ik dacht, weet je, fuck it, ik ga gewoon naar beneden. Doei. Maar we gaan nu naar het atrium toe, heb ik al gezegd. We zijn op weg naar het atrium. En kijk, als je 18 wordt, heb je meer verantwoordelijkheid. En dan moet je gewoon iets doen, want anders heb je geen huis. En dan woon ik in de prullenbak. En ja, mijn vader dacht, hey, laten we even langs de Audi dealer gaan. Waarom niet toch? Dat is leuk. En dus ik stond daar met mijn sigaretje, stond een beetje verveeld. En ja, ik wist niet wat ik moest doen. Ik was maar een beetje aan het rondlopen en filmen. Dat was het. Nou mensen, mijn vader is naar een Audi dealer. En ik dacht bij mezelf, nou, ik film het gewoon even, weet je. Zo, moet je kijken. Bam, what the fuck. Audi, VMW, Seat, Skoda en nog een paar bedrijven die daar dus hun auto's verkopen. Maar ik weet überhaupt niet, kijk, onze auto was dus gestolen. En mijn vader die gaat dus een nieuwe auto kopen. Maar ik weet niet wat hij gaat doen, want er is ook dus een VMW. En er is ook een Audi en Skoda. Dus het wordt spannend jongens, super spannend. Maar ik ga straks naar een stage toe weer. En dan zie ik jullie daar weer. Ik ben even mijn auto daar zo. Mijn vader zei in de auto, er was een soort van man en die was de hele tijd aan het kijken naar mij. Want die dacht dat ik een dief was. Dat zei mijn vader dus in de auto. Ik dacht, what the fuck? Niet iedereen is een dief die er gangster uitziet. Snap je wat ik bedoel? Dus ik dacht al, what the fuck is hier aan de hand, weet je? De weerspiegeling van de auto, super cool. Ik kijk dus door het raam heen. En er is gewoon een weerspiegeling van de auto. Ik weet niet meer wat mijn vader allemaal aan het doen is, maar... Nou, dat is vet, toch? Oh, wacht, de radio. Je zag die vent naar buiten komen, hè? Welke vent? De eigenaar. Echt, waar? Die zag jou staan en die dacht, dat is bad news. Echt? Dacht hij dat ik een dief was? Ja. Nou, zo zie je er ook uit. Ja, weet ik. Je moet juist mensen onderschatten die als mijn vader een beetje lijkt, weet je? Van die mensen die een soort van... Die dus niet gangster eruit zien. Dat zijn de boefjes, jongens. De mensen die gewoon een petje op hebben, dat zijn wel. Soms zijn dat gewoon mensen die gewoon netjes. Dat zijn allemaal hele grote liefdes. Hè? Ja, dat is echt zo. Mensen die kleden zich om netjes eruit te zien en dan kunnen ze een auto stelen. Dat is echt zo. Oké, en mensen die eruit zien zoals jij, dat zijn allemaal hele grote liefdes. Ja, die zijn heel lief. Ja, ze zijn nooit crimineel en zo. Nee. Inderdaad. Oh. Je reed bijna door rood, hè? Nee, grapje. Je bent aan het tongen. Ja, dat weet ik. En toen stond ik bij station Rode Reis. Super gezellig, hartstikke leuk. En daar stond ik een uur te wachten op die tram of bus, weet ik veel wat het is. Ik geloof een metro trouwens. Alles verkeerd gezegd. Het is gewoon mijn ding, weet je. Nou mensen, daar ben ik dan. Dit is Rode Reis. Ik was vorige keer met vrienden, waren wij hier ook. En toen hadden we ruzie, want we gingen naar Rotterdam. Maar ja, dat was helemaal chaos natuurlijk. Maar mensen, ik ga straks de tram pakken. Hij komt over 6 minuten. En dat vind ik altijd zo irritant gewoon. En dan zie je daar 2 minuten staan. En dan moet ik gewoon 6 minuten wachten. Dat is echt... Ja, maar ja, weet je, het is ook een beetje koud. Dus het is allemaal een beetje... Ja, dat dus. Ik ga naar stage toe. En ik zie jullie zo weer.
achter de schermen bij BritTV. Dan kan je gewoon zien hoe dat allemaal een beetje in werking gaat. Hier komen een paar beelden, dus dat je kan zien hoe dat achter de schermen... Nou mensen, ik heb net gegeten. Je hoort de koffieapparaat, want ik ben even een koffietje aan het maken. Moet je kijken hoe ik dat gewoon doe, mensen. Ik heb dus een camera voor het vloggen. Dus echt alleen voor het vloggen. En een camera dus... Dat zeg maar filmt wat ik allemaal zeg. Kijk, bijvoorbeeld ik kan deze aanzetten. Kijk, zie je? Is zo'n lichtje. En dan zie ik er een soort van mooier uit of zo, weet je. Dat is het idee een beetje. Ik ga straks daar ook een soort van filmen. Want dan moet ik een soort van, voor deze vlog moet ik ook een soort van stukjes maken. Dus ik wou gewoon even laten zien. Ik hoop dat je benieuwd was hoe dat allemaal in werking gaat. Als jullie dat meer willen zien, doe dan een duimpje omhoog. Laat ik meer achter de schermen zien. En dan zie ik jullie weer later. Nou, ik heb dus een identiteitskaart en dat mapje, dat is zo bijzonder, dat wil je niet weten. Dat is hartstikke mooi, want je schuift het een soort van in en uit. Ik heb hem in mijn zak, maar ik heb hem geen zin om te pakken. Dus weet je, kijk maar gewoon naar de beelden. Super mooi, zo'n mapje. Wil je niet aan mijn identiteitskaart zitten? Dankjewel. Geef maar hier. Nee, geef maar hier. Dit is mijn identiteitskaart. Kijk, dan doe je zo. Mooi, hè? Nee, je mag er niet aan zitten. Dat mag niet. Je mag er niet aan zitten. Waarom zit je eraan? Dat mag niet. Ja, als je gewoon in Active Studios komt, dan weet je gewoon, Mark is weer bezig. Of ik weet niet, ik weet niet of zijn naam is. Ja, dat is gewoon altijd standaard zo. Je komt eraan en je hoort Frozen, je hoort allemaal dingen. En wie is dat dan? De stagebegeleider luistert dan Frozen en al die shit. Super grappig natuurlijk. Ik lach me altijd dood en heel veel mensen storen daaraan. Maar weet je, hij geniet ervan. Dus dat gunnen we. Nou, als je hier op stage loopt, dan weet je op zeker dat je stagebegeleider je Dokusquad luistert. Allemaal anderen. Ik geloof ook met Frozen of zo. Ik weet, Frozen of zo, dat is die prinses. Dat is echt gewoon niet normaal, mensen. En allemaal fluit hoor je dan. En het is hartstikke gezellig natuurlijk. En dat wou ik even melden natuurlijk. Als je hier op stage komt, is het altijd je Dokusquad, Frozen en al die shit. Zo kan die beter werken of zo. Ik weet niet wat het is, maar... Ik zag een sjaaltje liggen dat is het oude kantoor bij mij. Dat is die kant voor mij nu. En ik dacht, weet je, als ik gewoon even laat zien wat voor sjaaltje het is... en jij bent degene die kijkt, daar ligt je sjaaltje. Veel plezier en je hebt hem dan weer terug. Als diegene niet kijkt of je kent iemand die dat sjaaltje heeft... ga er gewoon even heen, breng het terug. Weet je, zo helpen we mensen en dat is fijn, weet je, dat is leuk. Mensen, het is echt kloot weer, de wind is gewoon kut, alles is kut. Maar ik dacht, ik help even. Daar, dat is een sjaaltje en die is denk ik iemand kwijtgeraakt. Als jij weet, kijkt en dat sjaaltje, dan is die daar. Oké. Straks kijk je, weet je, en dan is het jouw sjaaltje. Dat is toch hartstikke mooi dan. Maar ik ga even drinken halen en... Vette shit, man. Sowieso. Nou, ik kwam de winkel in, de Albert Heijn. En ik dacht, geen cafeïne. Geen energy. En wat haal ik weer? Ik haal energy. Het is gewoon niet te filmen, gewoon. Trouwens, ik heb het wel gefilmd, maar het is gewoon niet te filmen. Nou, mensen. Ik ben bij de Albert Heijn. En we gaan drinken aan, natuurlijk. Sowieso. Even kijken. Ik zat te denken om geen energy te nemen. Het is wel echt fucking lekker. Shit, man. Ik weet niet wat ik moet kiezen, jongens. Het is echt heel erg. Ik wil gewoon even geen cafeïne meer. Maar mijn lichaam zegt, je moet cafeïne. Maar dat wil ik niet. Ik moet even kijken of er iets anders is. Trouwens, een collega van mij wel energy. En dan neem ik... Ik neem wel gewoon deze. Ja, goed. Oké. En Wesley vroeg toen even op kantoor van... Hey, wil je mijn energy blikje even koud maken? Dus ik dacht, ah joh, ja. Rup, plup, ik pleur dat... In de koelkast en ja. Ik hem even koud aan maken. Dus gaan we hem even in de koelkast doen. Even scherp stellen. En zo. Ik vind hem wel in de koelkast. En dan wordt hij lekker koud. En dan kan je lekker hele koude energy drinken. Hartstikke mooi natuurlijk. Hartstikke fijn. Super gangster. Mensen, leuk dat jullie hebben gekeken. Doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En het gaat lekker hard met mijn abonnees. Dus doe even abonneren. En als jullie andere video's willen kijken, ze staan er allemaal op. Er staan 100 video's, dus veel plezier ermee. En like even de video en deel de video met al je vriendjes. En dan zie ik jullie weer later.